www.deboodschap.today. Ondertekening overeenkomst donatie van maskers aan Suriname. In Beijing, China, is een overeenkomst getekend tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname, vertegenwoordigd door de ambassade in Beijing, en de China Foundation for Peace and Development met het oog op de donatie van maskers aan Suriname. De ondertekeningsceremonie vond plaats op 17 april 2020. De ondertekening van de bedoelde overeenkomst werd verricht door ambassadeur Patty Chen en de secretaris-generaal van de Foundation for Peace and Development, de heer Xu Yangyo. Tijdens zijn toespraak wees de secretaris-generaal op de achtergrond van voormelde ondertekening, te weten de reeds lang bestaande goede relatie tussen de Volksrepubliek China en de Republiek Suriname als voorbeeld voor vriendschap, wederzijdse ondersteuning en samenwerking. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.